Oh jee, oh jee, oh jee. Hij staat op. Oh my god! Yo mensen, mijn naam is Timo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Hide & Seek aflevering. Ik ben hier weer in de Hive.mc server. En vandaag ga ik weer lekker Hide & Seek. Ik ga weer verstoppen. Jullie krijgen er gewoon geen genoeg van. En als jullie er geen genoeg van krijgen, dan krijg ik er ook geen genoeg van. Dus ik ga het gewoon lekker even weer doen. Jullie hebben onder de vorige aflevering een paar goede tips achtergelaten. Waaronder de tip dat je overal gewoon een solid blok kan worden als je maar blijft springen. En dat vond ik best een goede tip. Dus die kan ik misschien vandaag gaan toepassen. Dat zou vet zijn. En ik ga natuurlijk gewoon proberen om weer zo hoog mogelijk te eindigen. De vorige aflevering ben ik 2 keer eerst geworden. Ik weet niet of dat nog gaat lukken. Maar we gaan het zien. Dus jongens, smash alvast op een dikke vette duimpje omhoog. Laten we weer voor de 1000 likes gaan. Dat zou ik super vet vinden. En als jullie meer Hide & Seek willen, laat het me weten in de reacties. Goed, laten we beginnen met de eerste map. En ik ben benieuwd wat ik kan gaan worden. Wat voor poppetje, blokkie kan ik gaan worden? Het is super spannend. Oeh, choose your block. Alright, ik word een... Oh, welke map gaan we eigenlijk spelen? Lotus. Oh, die heb ik echt volgens mij al heel lang niet meer... Ik ga als een beacon. Ik kan me niet herinneren dat ik die map ooit gespeeld heb. Weet je wat? Laten we gaan beginnen. Let's go. Alright, daar gaan we. Oh, dat is deze map. Oh, deze is zo lastig. Deze is zo lastig. Oh, ik weet nog niet of het slim was om hier een beacon op te worden. Oh, ik vind, dit is echt een moeilijke map, jongens. Oh, om hier ook goed te verstoppen is echt een partijtje lastig, jongens. Want je hebt hier al die stomme boten en zo. En dat gaat allemaal, dat werkt allemaal niet zo goed. Oh jee, ze komen al. De zoeker komt al. Oké, weet je wat? Ik ga me gewoon hier onder verstoppen misschien. Dat hij dat niet ziet als ik hier ga staan zo. Het is, nou ja, misschien denk ik, dat valt hartstikke op. Dat valt hartstikke op. Oh, als ik nou hieronder ga staan. Nee, dat valt ook op. Ik moet even... Het is best wel lastig als een beacon om hier ergens te kunnen verstoppen. Oh my god, er zijn al gewoon 3 zoekers. Ja. Oh, er is hier boven even volgens mij, of niet? Nee. Oh, er is hier nog een beacon. Oké, beacon, help me. Beacon, waar gaan we heen? Waar kunnen we ons het beste verstoppen als beacon zijnde? Als beacon boys. Oh, kan ik hierin? Oh, ik kan hierin staan. Oh, dit is een goede plek. Dit is een goede... Nee, dude. Waarom sta je nou... Dan staat die dude gewoon in mij, of niet? Stil jij nou gewoon mijn plek? Meneer, ga eens weg. Oh, er komt daar een zoeker aan. Er komt daar een zoeker aan. Meneer. Oh, we zijn nu 2 blokjes in 1. Oh my god, dit is een goede plek. dit ziet er raar uit. Oh, ik ben nu een level 2 beacon. Oh, volgens mij is de game geüpdate. Ze hebben wel dingetjes geüpdate, want ik zie hier ook gewoon... Het menuutje ziet er anders uit. Dit ziet er ook allemaal anders uit. Oh, je kan nu experience krijgen per ding. Oké, en ik kan nu gaan taunten. Laten we even een explosietje doen hier. Oh, hoppatee. Ik heb een achievement ervoor gekregen om dit te doen. Oké, er zijn 6 zoekers, 17 verstoppende mensen. Het liefste ga ik een beetje de verstoppers uitdagen. Misschien dat ik dat rond hierna wel even ga doen als Tom Bloempontie. Gewoon even lekker een beetje die mensen irriteren. Maar ik wil eerst even weten of deze plek waar ik nu zit, of dat een goede plek is om te verstoppen. Want hij ziet er best wel goed uit. Er is ook niet echt een zoeker hier gekomen. Terwijl er nu al gewoon 10 zoekers zijn. En het is ook zo, als ik doodga, dan gaat degene die bij mij op dezelfde plek zit hier ook gewoon dood. Dus dan heeft de zoeker gewoon een double kill. Oké, er zijn... Oh my god, overal zoekers. Dit is spannend, jongens. Is deze map niet gewoon nieuw, trouwens? Ik kan me deze echt niet herinneren. Maar weet je, als ik speel, dan zijn het vaak allemaal de maps office en zo. Die standaard dingen die er altijd gekozen worden. Hallo meneer de crafting table, hallo. Ja, maar jezus, er komen hier helemaal geen zoekers. Wordt dit nou gewoon weer zo'n makkelijk potje dat ik gewoon weer makkelijk kan gaan winnen? Moet een beetje spannend blijven, jongens. Weet je wat, ik ga eens even hierheen jagen. Kom eens hier, vuurwerk. Hoppatee. Boom, bam. Hier zitten we, jongens, hier zitten we. Kom naar ons toe. Hier, die crafting table die lokt ze allemaal een beetje uit. Ja, kom maar. Nee, ja, meneer, hier beneden. Ze komen gewoon hier niet naar binnen, de zoekers. Nou, ik sta hier op mijn gemak, hoor. Ik sta hier op mijn gemak. Jongens, ik beloof jullie, de volgende ronde gaan we gewoon even wat meer risico nemen. Maar ik ben zo trots op deze plek, als beacon zijnde. Want ze verwachten sowieso nooit dat ik in de grond zit. We gaan dit winnen. Ik weet, boy hier op mijn plek, wij gaan dit samen winnen. Want de zoekers, die komen gewoon niet eens hier binnen. Ze lopen hier gewoon allemaal voorbij. Ze denken van, nou, hier binnen zullen ze wel niet zijn, hè. Hier binnen zullen ze wel niet zijn. Oké, misschien nu toch wel. Oké, misschien nu toch wel. Misschien heb ik te veel gepraat. Nee hoor, want hij loopt gewoon weg. Oh, zo makkelijk deze plek, jongen. Hij keek niet eens om. Hij ging hier gewoon omhoog en hij ging weer weg. Prima. Oh, hier komt er nog één. Oh jee, hier komt er één. Oh jee. Hij staat op. Oh my god. Nee. Oh, ga weg. Hij stond gewoon letterlijk op me. Oh my god. Oh, er komt er nog één. Nee. Oh my god, ze zien. Nee. Oh, nu wordt het spannend. Oké, deze plek is goed. 30 seconden nog maar. Oh my god. En ze hebben hier gewoon letterlijk... Ze stonden alle twee op me. Oh my god. Ik wist gewoon, dit is een goede plek. Oké, als ik een beacon ben en ik speel deze map, ga ik sowieso op deze plek zitten. Oh nee. Nee, ook al niet. Oh my god.
Ze zijn hier gewoon letterlijk allemaal geweest. Oh, 10 seconden. Oh, oké. Nou wil ik even weten. Bij de laatste 4 seconden. Oké, zat er nou nog iemand hierin? Er zat niemand hierin. Ik was als enige hierin verstopt. Oh my god. Ik stond perfect. Nou, GG. 5 zoekers hebben gewonnen. 15 mensen zijn aan het zoeken geweest en ze hebben me gewoon niet gevonden. Lekker dan. Oké, dat was leuk. Dat was een leuk potje. Maar goed, we moeten natuurlijk wel iets meer risico gaan nemen. Al vond ik dit trouwens op het einde nog best wel spannend. Hé, Linktijger staat hier gewoon mij te slaan. Yo, Linktijger. Hoi. Alles goed, Linktijger? Je ziet er goed uit. Ben je Timo van HGP? Really? Ja. Oké, laten we doorgaan naar het volgende level. Let's go. Alright. Oh, hotel. Oh, die heb ik ook al super. Die heb ik volgens mij nog nooit op mijn eigen kanaal gespeeld. Alright dan. Oké, dat is wel leuk. Dat we nu gewoon een keer allemaal mampies hebben die eigenlijk nog nooit zoveel gespeeld worden. Ik ben een quartzblok. Oh, dat is achteraf misschien niet heel slim geweest. Want misschien ook beter snel had. Dit is bijvoorbeeld een hele goede plek. Daar zat de vorige keer iemand verstopt. Ik ken deze map ook niet echt. Dus het is best wel lastig om hier even een goed plekje te vinden. Oh, maar dit is lastig, jongens. Dit is lastig. Waar kan ik nou gaan staan? Er zijn al 5 zoekers on the loose. Er zijn al 5 zoekers gewoon bezig om mensen te gaan killen. Ik moet me even. Oh, er komt er een aan. Oké, ik sta hier gewoon verstopt. Ik sta hier verstopt. Je ziet me niet. Je gaat me niet zien, meneer. Nee, meneer. Loop maar alsjeblieft voorbij. Oh, fuck. Nee, Jezus. Oké, fair enough. Oké, laat ik ook maar gewoon. Ik ga jullie helpen, jongens. Ik ga jullie helpen als zoeker. Laat ik gewoon even een keer een rondje als zoeker zijnde gaan helpen. Oh, nu kan ik zien wat er nog is. Oké, kwartsblokken. Kwartsblokken, Waar zijn toch die kwartsblokken? Hier stond ik volgens mij. Ja, hier ben ik net doodgegaan. Oké, beetje jammer. Zou hier ergens een plantje of zo? Oh, er zijn nog maar 3 verstoppers. Oh, dit gaat echt snel. Oké, deze map is gewoon te moeilijk om op verstopper op te winnen. Oké, 1 verstopper. 1 verstopper. Kwarts. Waar ben je? Oh my god. De laatste is het moeilijkst, jongens. Hij moet even nog 2 minuten 30 om het vol te houden. Dit zijn wel heel veel plekken om als kwarts te verstoppen. Kijk, als je hier nou gaat zitten, dan valt het niet op. Waar is meneer kwarts? Oh, game over. Hij is gekilled. Oh, oké. GG. Nou, dat was een als verstopper niet zo heel boeiend potje dit. Maar als zoeker wel leuk. Ik heb helemaal niemand gekilled. Dit was echt heel nutteloos. Deze was heel nutteloos. Sorry, jongens, voor het verspillen van jullie tijd. Alright. Oh, nog een nieuwe map die ik nog nooit gespeeld heb. Oké, deze ziet er groot uit. Ik ben een grasblokkie. Een donker glas grasblokkie. En het lijkt alsof ik hier wel ergens een beetje mijn voordeel moet kunnen gaan halen. Oh, ik hoop dat ik in deze boom... Kan ik in deze boom terechtkomen? Zou ik kunnen parcouren zodat ik in die boom terecht kan komen? Laten we dat eens even proberen. Waarschijnlijk kan het niet, want ik zie nou al dat de map zo gemaakt is dat het dat niet gaat worden. Maar dan moet ik snel eventjes een plekje vinden waar ik wel kan gaan verstoppen. Zoals hier al. Dit ziet er wel uit als een goede verstopplek. Ja, laat ik hier gaan staan. Meneer, wil jij even weggaan alsjeblieft? Want je verraadt mijn plek zo. Ja, dankjewel. Oh, dit is ook wel echt een vette map, man. Met dat reuzenrad Taro en zo. En het is heel open en verlaten. Het is echt zo'n soort... Het had een Hunger Games map kunnen zijn, dit. Wordt dat trouwens nog gespeeld, Hunger Games? Die minigame? Denk het niet, hè? Oké, daar komen de zoekers al aan. Oké, als ze me nou meteen gaan pakken, dan word ik chagrijnig. Dit is gewoon een goede plek, jongens. Dit moet gewoon een goede plek zijn. Het is aan de rand van de map. Kijk, ik kan iedereen goed zien. Oké, hij komt nu wel recht op me af. Dat vind ik een beetje jammer, maar hij loopt me voorbij. Oké, dan kan ik net zo goed eventjes een boemetje doen. Even love. Oké, ik hoop niet dat iemand dit gezien heeft. Zo te zien niet. Oké, dikke prima. En nu ben ik level 2 voor Leaves. Ik weet niet wat die levels inhouden, maar ik vind het leuk dat ze dat tegen me zeggen. Oké, daar staan de zoekers. Ze zoeken erop los, maar ze kunnen ons niet vinden. Ik ben gewoon niet zo goed in het achterna zitten en het irriteren van de zoekers. Dus ik blijf maar gewoon even lekker op dit plekje hier zitten. In de hoop dat ze hier niet naartoe gaan komen. Oh, er is gewoon een zieke vermoord nu. Oké, dat is ook heel knap. Oké, maar het duurt wel een beetje lang, jongens. Oké, hoop. Oké, hij ziet me niet. Oké, laat ik even deze kant op rennen. Oké, goed zo. Zo verstoppen. Ja, oké. Het zijn niet hele goede zoekers dit volgens mij. Dus ik kan me wel een beetje gaan verstoppen. Kijk, hij wordt gewoon in elkaar geslagen daar, oh. Jongen. Dat is wel een beetje heel slecht. Oké, er komt hier een zoeker aan. Laat ik even hierin gaan staan. In de hoop dat hij me niet gaat pakken. Ja, die jongen heeft zich daar nou wel een beetje klem gelopen. Maar de zoeker krijgt hem niet echt te pakken. Als hij nou even hier langs komt... Hij juke hem echt hard, jongen. Oh my god. Als hij nou hier even heen komt, dan... Nee, never mind. Hij is dood. Oké, arme jongen. Rest in pepperonis. Oh, hier komt er nog eentje. Oh jee. Oh, er zijn er wel met veel meer. Ze zijn nu al met 8. Oké, misschien moet ik zo meteen maar eens even zorgen tot ik op mijn oude plek terechtkom. Oh, daar ging er weer een. Oké, ik moet op mijn oude plek terechtkomen zonder dat ze me zien. Oké, is de kust een beetje veilig? Nee. Oh jee. Oh, ze zien me niet. Ze lopen me gewoon voorbij. Ze zijn hier met z'n allen. Oké.
Oké, okay, wacht. Oké, okay, first person. Oh, er is daar weer eentje. Oké, okay. Hij wordt gewoon weer geslagen. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Lekker bezig. Oké, okay, ik zit hier wel mooi eerste rang. Dat vind ik wel. Ik zit hier wel mooi eerste rang. Maar ik val dus blijkbaar niet op. Want overal hier al lopen zoekers en ze lopen me gewoon voorbij. Oké, okay, ik zit bij de laatste zes. Oké, okay, oké. Okay. Weet je wat? Ik ga gewoon toch gokken op deze plek. Ik hoop toch dat dit een goede plek is. Oh, oh my god. Hij sprong gewoon over me heen. Oh my god. Oh, ze zijn met zoveel nu hier, oh. Wat doen ze altijd allemaal op die auto? Oh, oh, oh my god. Oké, okay, oké. Okay. Ik snap niet tot ze Milo niet pakken. Ik snap het gewoon niet. Ze zijn hier allemaal al zo vaak geweest. Zo vaak. Maar ze verwachten volgens mij gewoon niet dat je in de grond zit of zo. Nog 30 seconden. Oh my god, we gaan dit winnen, jongens. We gaan dit winnen. En wederom was dit weer een goede plek. Want ze zijn hier zoveel langsgekomen en op me geweest en langs me geweest. Ik vind het toch best wel knap van mezelf. Ik heb weer twee keer gewonnen in één aflevering. Ik ben gewoon de hide and seek pro. Laat ik het laatste paar seconden even lekker gaan rennen. En even kijken of ik nog wat zoekers uit kan dagen. Oh, ze zijn nu ook gewoon allemaal weg. Hallo, meneer de zoekers. Zoekers, waar zijn jullie? Kom eens hier. Kom eens hier. Kom maar. Kom maar. Hoppatee. Hoppatee. Had je wat, hè? Had je wat? Niet kunnen winnen, hè? Niet Mike gevonden. Ik ben gewoon... Ik ben goed. Ik ben goed. Mooi. GG, jongens. Ja, wel samen met vier anderen. Maar ik vind het alsnog knap. Goed, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Smash dan zeker weten even op het duimpje omhoog. Daar support je me enorm mee. En waar je me ook mee support is... Als je nog niet op dit kanaal geabonneerd bent... Om te abonneren en al mijn nieuwe video's te checken. Wil je geen enkele video missen? Druk dan even op het belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie wanneer ik een nieuwe video upload. Dus kom er gezellig bij. Kom bij het belletjesteam. En dan zeg ik mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao!